Stijn van Gastel, 2-1 nederlaag tegen Heracles Almelo. Wat zegt dat over de huidige status van het elftal? Nou, ik denk niet zo heel veel. Uiteindelijk, als je de wedstrijd terugkijkt en ziet, dan denk ik dat we aardig aan het voetballen waren. Dat we er goed doorheen kwamen. Goede mogelijkheden en kansen hebben gecreëerd. Alleen, ja, we scoren niet. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje typerend was voor de wedstrijd. Omdat je kon jezelf belonen. En ja, dat is jammer dat je niet scoort. Ja, zeker de eerste helft kwamen er goed echt uit. Hè? Voetballend opzicht ook. Ja, zeker. De tweede helft werd het wel lastig. Maar je zag eerst zelf dat we echt veel mogelijkheden hadden, ook tot kansen kwamen. Maar ja, wat ik zeg, als hij niet valt, dan is het lastig. Ja, ook gezien over de hele wedstrijd, jij zat er ook gewoon lekker in, hè? Voor persoonlijk misschien wel. Ja, ja, op zich, jawel. Ik denk dat ik er persoonlijk wel goed in zat. Jongens goed aan het coachen was. Hier en daar nog een redding inderdaad. Maar ja, het is uiteindelijk wel jammer dat je twee keer balletje uit het netje moet halen. Alleen, ik kan wel positief terugkijken op de wedstrijd. Ja. Ja, waar je denk ik ook positief kan over terugkijken is het trainingskamp in Delden. Ja. Dat sluit je natuurlijk hier met helaas deze verliespartij af. Hoe was de week? Ja, echt een hele goede week gehad. Met het team veel bij elkaar gezeten, veel dingen gedaan. Veel getraind, hard getraind. Uiteindelijk ook nog leuke dingen gedaan. Het was natuurlijk warm, dus zijn we lekker naar het zwembad gegaan. Maar terugkijkend hebben we echt een goede en een mooie week gehad. Ja, zeker ook met een aantal nieuwe aanwas aan spelers. Is denk ik zo'n week waarbij voornamelijk denk ik ook teambuilding, maar ook het voetballende aspect voorop staat. Echt goed, hè? Ja, zeker. Je leert elkaar weer kennen. Dus natuurlijk voor de nieuwe spelers is het ook goed. Daardoor kan je ook inderdaad in het veld elkaar beter leren kennen, maar ook buiten het veld. Ik denk dat het wel het belangrijkste is. En uiteindelijk moet het weer allemaal naar elkaar groeien. Ja, en dan over de trainingskamp gesproken. We hebben gehoord van een padeltoernooi. Ja. Wie was de winnaar? Ja, die staat voor je. Ja. Dus ik was de gelukkige winnaar. En het was echt een leuk toernooi, een mooi toernooi. Het ging er goed op. Dus we hebben elkaar goed scherp gehouden. Mooi, dus eigenlijk de basis is een beetje voor aankomend seizoen is gelegd in Delden. Ja, hoe ga je nog die laatste week in? De Eredivisie nadert, dat is toch wel iets wat moet spelen binnen de groep? Ja, zeker spannend. Uiteindelijk wel leuk. We hebben nog één week om de puntjes eigenlijk op de i te zetten. We hebben nog een mooie tegenstander zaterdag. Heerenveen uit. Ja, Heerenveen uit. Uiteindelijk hopelijk kunnen we met het team nog stappen zetten. Dat is uiteindelijk wel nodig. En hebben we ook zeker nodig om richting de Eredivisie te spelen. Maar we hebben een goede slag geslagen. Ja, over de Eredivisie gesproken. Jullie krijgen met Yassine en Joep een nieuwe speler erbij. Een man met ervaring is denk ik ook wel nodig voor de ploeg, hè? Ja, is zeker nodig. Uiteindelijk hebben we een jonge groep nog steeds. Ervaring was gewoon echt nodig. En je ziet natuurlijk met Ayoub dat hij heel ervaren is. Natuurlijk past hij heel goed bij in de groep. En hopelijk kunnen we goed en snel leren kennen. En kunnen we lekker van gaan genieten. Ja, en dan wordt het 6 augustus vlammen, hè, tegen Cambuur. Ja, een hele mooie pot als eerste. Dus we moeten er staan. Succes. Yes, dankjewel.